een klein plat gespeeld. Voor mij is dat de ultieme vrijheid. Dat iedereen meedoet, dat het één geheel wordt. Wat is voor jou vrijheid? Vrijheid, wat voor mij vrijheid is. Hè? Het is een heel moeilijke vraag te antwoorden, want ik weet niet wat het is om niet vrij te zijn. En ik denk om vanuit die plek te kunnen denken en spreken, dat is vrijheid. Om daar dus gewoon niet bezorgd over te hoeven zijn. Bezorgd denk ik niet goed, we moeten er natuurlijk wel bezorgd over zijn. Daar is denk ik ook deze dag en volgend jaar bij stil te staan. Maar vrijheid is gewoon. Hoe jij daarvoor kiest. En gelukkig kennen wij dat allemaal hier in ons land. Er zijn nog heel veel plekken in de wereld waar dat niet gebeurt. Maar heb je wel eens gehad dat je ergens bent waar je dat gevoel niet hebt? Dat het vroeger heel vaak, toen ik puber was, voelde ik me niet vrij. Al die regels van mijn ouders. Nee, maar ik kom eerlijk gezegd aangenoeg niet op plekken waar dat speelt. Dat is denk ik wel ergens een voordeel. Maar dat maakt het soms ook een klein beetje vertekend. Geeft een klein beetje vertekend beeld van hoe de wereld in elkaar zit. Net als zeiden dat er ook genoeg plekken zijn waar mensen echt vechten met voor vrijheid. Ja, ik vind het wel belangrijk dat we daar met z'n allen bij stilstaan. Of hier bij stilstaan. Zou je ook nooit naar zo'n plek toe willen gaan om te kijken wat dat voelt? Nou ja, ik ben naar zo'n plek zou willen gaan om te kijken wat het voelt, ja. Ik zou heel eerlijk gezegd niet willen weten hoe het voelt om niet vrij te zijn, maar ik zou ook niet uit de weg gaan naar zo'n plek gaan als ik daar iets kan betekenen.